Ik ga weer een keer pranilletjes maken. Ik moet oefenen voor het school. Vandaar. En allemaal kan daarvan profiteren. Maar zo doen we dit. Zo. Ja. Zo. 46. Dus oppassen, hè. Filmen en chocolade maken. Ik weet niet of dat er samen gaat. We gaan het allemaal zien. Hè. Komt in de zakjes. Ah. 48 had ik gezegd. 49,2. Dat is beter. Hè. Allee, ik vind dat toch. En dan gooien we dat bij de rest. Dekkel eraf. En hopla. Je moet minimum 48 halen. Oeh. Nog een keer gooien. Voilà. Chocolade is 50 graden. Een keer roeren. We gaan daar was nu weer 2/3 van uitgeven. En hoeveel is 2/3? Goeie vragen. 2/3. Ik verwacht dat 2/3 zoiets gaat zijn. Zo. Voilà. Hoe is dat niet? Dan moet ik even beginnen. Wat moeten we nu doen? Splashje maken. En deze en maar hem open zetten. Voilà. En als je zo begint een bergje op tafel te vormen, dan weet je nog wat we hebben. Hè. Dan moet ik die terug bij de rest doen. En ik denk dat de meel goed gaat zijn. Ik vind dat wel rap. Maar waarschijnlijk zal het steen goed koud zijn. Die komt uit de veranda. Voilà. Dat gaan we bij mijn kom doen. Nog niet te veel op de grond. Mijn vrouw heeft dat niet graag. En nu moet ik dat blijven roeren. Totdat het een 31 graden krijgt. 34 graden. Dat is nog veel, hè. Ik moet toch vanaf. Ik ga zien wat de temperatuur dat hij mij heeft. Nog te warm. 34 graden. Dus dat is te warm. Wat doen we dan? Ik heb dan nog wat op tafel. Hopla. Niet te veel. Niet te weinig. Het is genoeg. 31,2. Dat vind ik goed. Ah ja, wat ze nog gaan doen, een vormpje aan het blinken. Je moet dat doen. Dan zijn die schoenen. Zit daar geen vinger op drukken in en zo. Kijken. Ja, dat blinkt toch, hè. Zo'n beetje. En dat is hard. Oh. Dan zal dat wel goed zijn, zeker. Voilà. Hopla. Direct de vormpjes proberen. Rol te eten. Klaar. Niet gemakkelijk, want een plaf. Zo, sorry, maar ik moet dat zo doen. Want ik zit met andere problemen. Ik heb zo nog geen twee balakjes. Ja. Dus ambachtelijk. Dat is echt voor mij eigenlijk, want voor die het nog niet weten, ik ben al een ambachtelijke smid.
dat stukje laten zijn. En het gezin is weer niet anders, chocolat. Maar iedereen heeft zo wat zijn passie. De ene heeft wat meer passie dan de andere zijn vruchten. Ik ben iets van kant veranderd. Daar stond mijn kinder. Nu heb ik hem hier gezet. De camera. Zo. We gaan ze vullen. Voilà. Gaan we nu doen. Ik heb zijn chocolade getemperd. Hij heeft 39 graden. We gaan de moule afsluiten. Hoe gaan we dat doen? Doe je het ook niet. Ongelooflijk. Staan mama. Allemaal eruit. En dat was het verhaal van Peter. Petje. Waar is Peter? Ah, hier. Zo. Het verhaal van Petje en zijn pradilletjes. Tja, misschien ga je dan ook zien hoe dat ze gaan afgewerkt worden. En als je dat niet gaat zien, steken dat ze al op zijn voordat ze kunnen afgewerkt worden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bij Petje doet het weer.